Ronk met den Honk vond zondag plaats in Zevenum. Tijdens dit evenement konden baasjes hun honden laten zegenen door kapelaan Miguel. Hebt u al vaker honden gezegend? Ja goed, we hebben verschillende keren toen ik kapelaan in Maastricht was, maar ook hier het afgelopen jaar hebben we wel honden gezegend. Ja. Het is een heel leuk initiatief, hè, waarmee ook dicht bij de mensen komen en ook een belangrijk stuk van hun leven ook. De dieren die ze ook thuis hebben. Van het Kapelke, Ans van der Beelen, de vier vrouwen van het hondenspeelveld en de dames van Knopenlopen. En we willen daar iets jaarlijks van maken. Dus ja, ik vind het een keileuk initiatief natuurlijk. En het is elk jaar gewoon weer spannend op wat erop afkomt. En ook dit jaar mogen we weer niet klagen. Ik denk dat er zo'n 25 mensen zijn geweest. De mensen hoefden zich niet op te geven. Dat maakt ook altijd wel weer spannend. Maar gelukkig was het mooi weer, dus dan komen er veel mensen op af. Is het op de eerste plaats de bedoeling met elkaar kennis te maken? Door een kant wel. Ja, denk ik ook. Dat het heel belangrijk is dat wij ook samenkomen. Misschien is het al lang geleden, maar het is niet echt zo dat we een pandemie hadden waar we niets konden. En ineens, deze initiatieven waardeer ik meer nog vanaf die perspectief van vroeger. Na de zegening was er een wandelroute te volgen en konden de honden losgaan in het hondenspeelveld in Zevenum.